Dit is wat mij betreft echt de beste pasvorm voor een skinny jeans. Helemaal en wat leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb weer een heerlijke shopvlog en deze keer is het een zomershopvlog. Dus dat houdt in dat ik heel veel leuke rokjes, t-shirtjes, schoenen, in ieder geval allerlei leuke zomerse items heb besteld. En deze video aan je ga laten zien. Nu plaats ik op mijn kanaal best wel vaak een shopvlog, maar het is nu best wel lang geleden dat ik de laatste keer een shopvlog heb geplaatst. En het zijn deze keer ook allemaal winkels waarbij je online kan bestellen. In ieder geval, ik heb alles wat ik hier heb online besteld. Dus mocht jij geen shopvlog meer van mij willen missen, vergeet je dan niet te abonneren en een belletje aan te zetten. Dat kan op de rode button die je onder deze video ziet. En laten we maar snel gaan beginnen met al mijn geshopte items. Wat ik trouwens nog even wil zeggen, de top die ik nu aan heb, die komt uit mijn vorige shopvlog. Ik vind hem echt super leuk. Alleen is hij best wel erg door en ik had eigenlijk een maatje groter moeten kopen. Maar misschien hebben jullie wat tips. Ik wil namelijk een leuke bralette hiervoor onder, want ik heb nu een zwart hemdje. En ik vind het niet heel erg mooi dat hij hier zo uitsteekt. En ja, ik weet niet. Ik vind het niet heel erg mooi. Dus mocht jij tips hebben, let me know. Ik ga beginnen met mijn bestelling van My Jewelry. Er was namelijk bij My Jewelry een sample sale online. En ik had er best wel lang tussen gekeken. En uiteindelijk heb ik niks van een sample sale besteld. Want heel veel dingen waren niet meer mijn maat helaas. Maar toen heb ik uiteindelijk wel een bestelling geplaatst met de gewone nieuwe collectie. Al heb ik hier gelijk een t-shirt. En volgens mij was deze vorig jaar, misschien het jaar daarvoor ook wel. Maar ze hebben hem in ieder geval gewoon nog steeds in het assortiment. En ik hou hier gewoon van. Ik ben op sommige momenten zo basic met mijn kleding. Maar ik hou ervan. Ja, bij mij is het gewoon echt lente, herfst is gewoon skinny jeans met een basic zwart-wit t-shirt van een andere kleur eventueel. Misschien nog met een jasje. En in de zomer is het ook gewoon een basic t-shirt met een leuk rokje. Dus ik heb een basic t-shirt gekocht. Ik hou er gewoon van en ik moest ook gewoon wat nieuwe hebben. Want ik heb wel een aantal zwarte t-shirts, maar die waren gewoon ja, wat lelijk geworden omdat ik ze gewoon best wel lang heb. Dus ik heb een basic zwart t-shirt. Hier staat Ciao Bella op in witte letters. En wat ik heel erg mooi vind aan dit model is dat hij van die mouwtjes heeft die opgestroopt zijn. Ik vind het altijd net even wat mooier. Ik heb hem in de maat L en natuurlijk zie je allemaal try-on shots straks. En ik twijfel een beetje of die wat te groot is of niet. Hij is wel wat oversized en aan de ene kant vind ik dat mooi. Maar ik wil denk ik nog even kijken of een maatje M misschien beter is. Alle prijzen en alle linkjes en alle maten die ik heb, die staan natuurlijk ook in de beschrijving. Ik benoemde net ook al het rokje en dit is het rokje wat ik heb besteld. Ik vind het heel erg leuk. Het heeft wel een beetje wat herfstige kleuren, maar ja, ik vind het wel heel erg mooi. Ja, het is echt zo'n heerlijk zwierig rokje met twee van die lagen. En ik hou echt van zulke soort rokjes. Die strakke rokjes zijn toch altijd een beetje dat je moet opletten hoe je zit. En zulke soort rokjes is dat iets minder zo. Want dan als je met je benen over elkaar zit, dan valt het altijd net wat langer. Dus ik ben hier wel heel erg blij mee. Dit is dus de combi met het rokje en het t-shirt. Ik vind het echt een hele leuke kleurencombi. Ik twijfel een heel klein beetje of ik het rokje retour moet sturen. Ik dacht het ook al wel een beetje toen ik hem bestelde. Maar mijn benen zijn echt, en mijn heupen vooral, hetgene waar ik niet mijn aandacht op wil vestigen. Omdat ik daar, ik vind het niet zo mooi omdat ik best wel brede heupen en zo heb. En dit vestigt natuurlijk heel erg de aandacht. Vooral het printje en het textuurtje eigenlijk, dat hij zo zwierig is. Maar eigenlijk vooral dat hij een soort tweede laagje heeft. Hij heeft dus echt een soort tweede laagje hier. En dat creëert toch net even iets meer aandacht. En aan de andere kant denk ik, weet je, boeien, het is gewoon echt een heel erg leuk rokje. Waarom zou ik hem niet gewoon houden? Hij zit in ieder geval wel heel erg lekker, net zoals het t-shirt. Het t-shirt is zoals je ziet wel een beetje oversized. Ik heb hem dus in een maat L. Het rokje heb ik in een maat XL, omdat er een onderrokje onder zit. Dat is wel heel erg fijn, maar er stond ook al op de website. Ja, die valt een beetje klein, dus bestel eventueel een maatje groter. En dat was voor mij echt perfect. Ja, ik vind dus persoonlijk dat het prima kan voor in de zomer. Hij heeft toch best wel wat vrolijke kleurtjes met die oranje. Maar ook wel gewoon heel erg prima is voor in de herfst. Met bijvoorbeeld een panty. Dan staat hij alsnog heel erg leuk. En ik heb datzelfde model van het rokje in een andere kleur. Dit is ook een beetje een soort andere stof. Ik had echt wel verwacht dat het dezelfde stof zou zijn. Want het is ook hetzelfde model. Maar dit is dus een mooie roze kleur. Ik vind het ook echt zo'n mooie kleur. Ja, ik vind het echt super mooi. En ik bestelde nog dit basic witte t-shirt. En deze lijkt waarschijnlijk op camera heel basic. Maar er zit hier nog een tekst. Maar dit is een soort 3D tekst. En die is ook in witte letters. Dus van veraf ja, lijkt het net alsof er niks op staat. Maar er staat wel degelijk een tekst op. Maar dus heel subtiel. En daar hou ik van. En ook deze heeft weer van die opgestopte mouwtjes. En voor dit rokje geldt voor mijn gevoel eigenlijk net hetzelfde. Ik heb bij deze idee dat het net even iets erger is. Dat hij me breder maakt. Misschien komt het door de kleur of ja, door hoe die valt of zo, ik heb geen idee. En zoals ik zei, dit is ook een andere stof. Maar deze ook net even iets strakker. Er zit hier namelijk dus het onderrokje.
Maar ook dus een tweede laag waar ik het over had. En die zit wel wat strakker bij deze. Dus daarvoor was deze grotere maat wel echt even belangrijk. Ik vind de kleur en zo wel heel erg leuk. Maar ik twijfel bij deze. Bij die andere had ik die twijfel minder. Maar bij deze heb ik wel echt het idee dat die een stuk meer accent erop legt. Dus let me know wat jij ervan vindt. Misschien kan ik hem eventueel nog retour sturen of niet. Want voor de rest vind ik hem wel echt heel erg leuk. Net zoals het t-shirt. Eigenlijk hetzelfde model als die zwarte. Het schijnt zoals je ziet wel een klein beetje door. Maar ik vind het niet heel erg storend als ik gewoon even een andere kleur BH onderaan doe. Er zat trouwens ook nog iets extra's bij mijn jewelry. Een soort kleine gift. En dat zijn namelijk deze oorbelletjes. Ik vind het wel heel erg leuk dat het erbij zit. Volgens mij had mijn jewelry dat niet standaard of zo. Als je zoveel bestelt dat je een gratis gift krijgt. Maar dit keer wel. Maar ik zie wel dat dit een setje is in samenwerking met L'Oréal. En volgens mij was deze best wel lang gratis bij Ethos. Of als je zoveel bestelde of kocht bij de Ethos dat je deze gratis kreeg. Maar alsnog ben ik er heel blij mee. Het zijn hele leuke oorbelletjes. In het zilver, dus daar ben ik heel blij mee, want dat is gewoon echt mijn kleur. Dan had ik ook nog weer een bestelling geplaatst bij Ideal of Sweden. En daarvan heb ik twee verschillende producten. Deze heb ik zelf gekocht, maar deze heb ik gekregen in samenwerking voor Instagram. Dit is zo'n magnetisch ding voor in je auto. Dus daar kun je je telefoon zeg maar op klikken en ik vind het echt ideaal. Ik heb best wel lang zo'n soort dingetje gehad van de Action. Misschien herinner je die nog wel van de Action Shop nog. Maar na best wel snel, echt na een paar weken al, was het magneetje heel erg zwak geworden. En als ik over een drempel heen ging, vloog mijn telefoon er gewoon af. Dus dat was gewoon niet handig. En dit is dus een van Ideal Sweden. En deze is echt wel een stuk sterker. Dus daar ben ik heel blij mee. Er zitten ook nog twee magneetjes bij die je op je telefoon kan doen of tussen je hoesje. Maar de hoesjes van Ideal Sweden, die zijn magnetisch. Ik heb deze besteld nog. Deze heb ik gewoon zelf besteld, zelf gekocht. Maar ik vind deze gewoon heel erg mooi. Het is een soort marmer effect met een beetje een blauwe ondertoon. Ja, ik hou ervan. Dus die heb ik er ook bij besteld. En het werkt gewoon echt perfect samen. De hoesjes zijn dus magnetisch. Dus die blijft zo op dit houdertje voor in de auto plakken. Ik heb trouwens een kortingscode van Ideal Sweden. Dus mocht je nog iets willen bestellen, kan je even kijken in de beschrijving onder deze video. Dan plaats ik ook nog een bestelling bij Comcat Fashion. En deze doos ziet er heel vierkant uit. Maar het komt omdat ik onder andere schoenen heb besteld. Ik bestelde namelijk deze laarsjes. Ik zag ze staan op de website en ik vond ze zo onwijs leuk. Het zijn zwarte enkellaarsjes. En ze hebben een soort cut-out effect. En ik zag wel dat ze meer laarsjes hadden met dat effect. Maar de meeste laarsjes hadden het best wel ver naar onder. Dat je gewoon echt geen sokken meer aan kan. En dat vond ik toch wel een beetje, ik dacht, ga ik dat dragen of niet? En bij deze kan je nog sneakersokjes aan. En heb je alsnog dat leuke effect dat je best wel veel van je huid en van je enkels zeg maar ziet. Ja, ik vond het dus gewoon echt perfect. En het zijn zwarte laarsjes. Ze hebben een kleine hak, maar het loopt gewoon echt prima. En ze hebben een leuk soort slangenleer effect. En hier nog een leuk riempje met zilveren details. Ja, ik vond het echt heel leuk schoenen. En ik zag ze en ik dacht, ja, die moet ik gewoon hebben. Bij Comcat Fashion bestelde ik ook nog dit t-shirt. En ik vind deze zo onwijs leuk. Het is weer typisch een t-shirt voor mij, want hij is wit en redelijk basic. Nou, nu heeft hij wel een grote print met een tijger en daarboven staat Brave. Maar ik vind deze heel leuk. Ook de kleurencombinatie met het rood en een beetje oranje. Echt super zomers. Ik heb deze inmiddels al aangehad op een heel erg leuk rokje met rode details en op een spijkerbroek. Ja, het is gewoon echt typisch een short voor mij. En ik ben hier heel erg blij mee. Nou, dit t-shirt zit echt super lekker. Hij is ook lekker zacht, dus dat is heel fijn. Ik vind het een heel erg mooi model. Ik vind de print heel erg mooi. En ja, ik heb het nu in mijn broek gestopt, want dat is hoe ik hem normaal gesproken zou dragen. En dan heb ik ook nog twee verschillende sieraden. Ik heb hier als allereerst een ketting. En deze is best wel lang, maar is wel heel erg leuk met alle rondjes en zo eraan. Maar die komt echt wel, nou ja, wat zal het zijn, tot hier ongeveer. Dus dat vind ik wel heel erg leuk om dat met andere kettingjes te combineren. En ik heb nog deze. En dit is een setje voor in je oren. Er zitten drie verschillende ringetjes bij. Eigenlijk drie dezelfde, maar dan net even een slagje kleiner. En nog een variant voor een helix piercing. Nu heb ik zelf geen drie gaatjes, maar dat wil ik wel echt heel graag. Ik denk echt dat ik binnenkort gewoon eventjes een keer langs ga om een derde gaatje te laten schieten of piercen eventueel. Want ik vind het wel heel erg mooi uitzien. Ik heb wel een helix piercing. Ik heb er ooit een storytime over gemaakt, want die zit gewoon vast. Ik krijg hem er gewoon niet meer uit. Dus die kan ik helaas niet verwisselen met deze. Maar ik vind het wel echt een heel erg leuk setje.
Ik draag zelf niet super vaak ringetjes. Ik heb meestal gewoon van die kleine knopjes in met diamantjes. Omdat ik de meeste ringetjes net even wat te groot vind of wat te tuttig. Maar deze zijn juist heel stoer. En deze zijn ook wel een beetje wat kleiner. En dat vind ik echt persoonlijk super mooi. Dan heb ik hier ook nog wat zwemkleding van de Weekamp. En ik zal gelijk even vertellen dat ik dit niet zelf heb besteld. Maar ik heb het opgestuurd gekregen. Gewoon zomaar een pakketje. Ik had het helemaal niet verwacht. Maar ik heb gewoon een leuk pakketje opgestuurd gekregen. Ik had het al even laten zien op mijn Instagram. Maar ik vond het zo leuk. En het zou wel echt typisch iets zijn wat ik zelf ook zou kopen. Dus daarom dacht ik, ik ga het gewoon laten zien. Ik vind het aan de ene kant super eng om mezelf te laten zien in bikini op YouTube. Aan de andere kant vind ik het heel erg normaal. En wil ik ook een beetje overdragen met mijn kanaal. Dat je je niet hoeft te schamen voor ja, wie je bent of hoe je eruit ziet. Dus ik vind het alsnog wel zelf spannend. Dus please geen gemene reacties over mijn lichaam of wat dan ook. Dit is de eerste bikini top. Hij is een beetje groenig, een beetje legergroen met een soort slangenprint. Hij heeft er trouwens geen beugel in zitten. Maar ja, evenwel gewoon een mooie vulling. En hij heeft aan de achterkant ook verstelbare bandjes. En natuurlijk hoort daar ook gewoon een broekje bij. En dit is echt een heel erg basic, simpel broekje. Maar wel gewoon heel erg mooi. Dit is dus de bikini. En ik vind deze echt heel erg leuk. Ik vind het model, vooral van het topje, echt super mooi. Ik was een beetje bang dat hij misschien te klein zou zijn. Maar dat is echt niet het geval. En dit is dan het badpak. Dit is een, eigenlijk een zwart badpak. Met allerlei palmboompjes erop. In een beetje dezelfde legergroene kleur. Het is ook gewoon een heel erg basic badpak. Hij heeft een beetje een kruis op de achterkant met de bandjes. En een wat lagere achterkant. Maar dat is dus deze. En dit is dus het badpak. Ik vind hem wel echt heel erg mooi. Ik vind wel die andere net even iets leuker. Omdat hij iets meer voor mijn figuur doet. Maar ja, ik vind het wel gewoon een heel erg leuk badpak. Ik vind vooral de kleuren heel erg mooi. Dan heb ik ook nog een bestelling geplaatst bij Stradivarius. Ik heb de doos al niet meer, want ik heb de helft retour gestuurd. Maar ik heb daar broeken gekocht. Ik heb daar twee verschillende broeken. Ik heb een zwarte met een coating en deze spijkerbroek. En deze spijkerbroek heb ik een keertje eerder gekocht. Ik denk anderhalf jaar geleden of een jaar geleden ongeveer. Maar dat was echt mijn lievelingsspijkerbroek. Ik droeg hem zo ontzettend vaak. Echt meerdere keren per week. Misschien wel de helft van de week. Ik weet het niet. Maar echt gewoon bijna te vaak zou je denken. Maar dat is deze. En hij was gewoon versleten. En ik heb gewoon een nieuwe gekocht. Dit is wat mij betreft echt de beste pasvorm voor een skinny jeans. Ik vind deze zo lekker zitten. Dit is van Stradivarius, de Super High Waist. Dat is een speciale lijn. Ze hebben best wel wat broeken ervan. Maar ik vind deze ook het mooist. Ik heb hem in maat 42. En hij zit lekker hoog. Hij is lekker stretchy. Zit echt ontzettend lekker. En ik vind de kleur ook gewoon heel mooi. Ik vind best wel veel spijkerbroeken al best wel snel dat ze een beetje te blauw zijn. Ik vind dat nooit zo heel mooi als een spijkerbroek super blauw is. Nu is deze ook wel best wel blauw. Maar hij is toch niet zo extreem blauw. Hij is meer wat naar de grijzere kant om het zo maar te zeggen. Het is eigenlijk gewoon echt een basic spijkerbroek. Hij heeft wel op de achterkant een beetje een distorted effect. En dat is eigenlijk alleen op de kontzakken. Een beetje aan de bovenkant en een beetje op de kontzak zelf. Ik heb deze broek dus al een keertje eerder gehad. Die heb ik best wel vaak voorbij zien komen op mijn Instagram. Maar deze zit gewoon echt perfect. Hij was bij mij de vorige keer gesleten hier zo tussen mijn kruis. Door op een gegeven moment kreeg ik daar gewoon een gat. Maar ja, weet je, wat heb je nou als je hem eenmaal best wel vaak draagt. Hij zit voor mij echt gewoon perfect. Echt lekker veel stretch in. Hij zit ook lekker hoog. Hij komt net even iets onder mijn navel. Mijn navel zit hier en de broek komt tot hier. Ja, ik vind het dus een heel erg mooi en fijn model. En het zegt niet niks dat ik hem echt nu al twee keer heb gekocht. En ik bestelde dus ook nog zo'n coated jeans in het zwart. En die vind ik ook wel heel erg mooi. Het enige minder mooie aan deze vind ik dat hij geen zakken aan de voorkant heeft. Ik vind het toch wel een beetje wennen en toch wel een beetje gek of zo. Maar ik wilde deze heel graag een keertje proberen. Omdat hij best wel goedkoop is. En het model zit voor mij gewoon echt perfect. Ik heb best wel lang zo'n fijne coated jeans gehad van The Only. Die vond ik echt super fijn. Maar op den duur heb ik al meerdere bij coated jeans gehad. Dan gaat hij gewoon een beetje slijten. Dus dan gaat die coating er zeg maar af. En dan brokkelt hij als het ware eraf. En dat ziet er gewoon niet heel erg mooi uit. En ik heb tot nu toe maar 2 of 3 merken getest met zo'n coated jeans. Dus ik dacht, weet je, we gaan gewoon een nieuwe coated jeans testen. En kijken of deze het langer volhoudt. Dit is dus de coated jeans. Voor mij echt perfect wat betreft maat. Hij komt ongeveer tot mijn navel. Hij komt er net eventjes iets onder. Maar hij zit gewoon heel erg lekker. Lekker stretchy. En hij is voor mij ook de perfecte lengte. Een 1,72 en hij zit gewoon perfect qua lengte. Hij is wel relatief kort in vergelijking met andere broeken. Nou, dit waren dan alweer al mijn aankoopjes.
Ik merk zelf dat ik echt al meer bestel nu ik zoveel thuis zit. Dus laat me weten of jij dat ook doet. Bestel je nu meer of ga je alsnog naar de winkel? Ik ben er heel erg nieuwsgierig naar. Ik ben al zo lang niet meer naar een kledingwinkel geweest en bestelde ze eigenlijk alles online. Maar ik merk eigenlijk nu al dat ik meer uitgeef aan kleding dan hiervoor. Dat ik gewoon nog buiten de deur ging shoppen. Dus laat me weten hoe het bij jou zit. Of je nu ook meer shopt of helemaal niet. Want ik kan me ook voorstellen dat je denkt, ja, ik ga toch weinig de deur uit, dus waarvoor heb ik nieuwe kleding nodig? Dat heb ik aan de ene kant ook alweer een beetje. Maar alsnog heb ik veel geshopt. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien en ik hoop dat je iets van inspiratie uit hebt gehaald. Mocht je het leuk vinden om te zien, zou ik het heel erg lief vinden als je deze video een blauw duimpje omhoog zou willen geven. Je wil niet weten hoeveel het betekent als je de video een blauw duimpje omhoog zou willen geven. Dus je helpt me er heel erg mee en ik zou het ook heel lief vinden als je zou willen abonneren. Dat kan op de rode button hier onder deze video. En vergeet erbij niet het belletje aan te zetten, zodat je altijd een melding krijgt als ik een nieuwe video plaats. In ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!